Goedemiddag, ik ben Gerlich Veldhoven van Betuwe Wind. Hier achter mij wordt op dit moment voor ons 11 windmolens gebouwd van Windpark Deil. 4 daarvan, de eerste die ook al operationeel zijn, die zijn van coöperatie West-Betuwe, Windcoöperatie West-Betuwe, ook wel Betuwe Wind genaamd. En we hebben hier sinds 2013 hard gewerkt om dit project vergund te krijgen, om daar ook draagvlak voor te krijgen bij de omgeving. En uiteindelijk met een resultaat dat we een hele grote bult stroom opwekken hier. 15 gigawattuur per molen per jaar. En dat is genoeg voor zo'n 40.000 huishoudens. We hebben in die periode in het begin heel veel gepraat met onze collega ontwikkelaars. Het was niet zomaar vanzelfsprekend dat wij als burgers met hun zouden samenwerken. In die tijd was dat nog niet zo normaal. Gelukkig stond de gemeente er wel op dat dat zou gebeuren. En dat is uiteindelijk ook gelukt. We hebben een ontwikkelaandeel van 25% verworven in dit park. En uiteindelijk konden we zelfs 4 van de 11 windmolens bouwen en hebben dus ons belang nog wat uitgebreid. We hebben hier draagvlak voor gekregen, niet alleen in de omgeving, maar ook bij de gemeenteraad door vooral heel veel te praten, veel te ontmoeten, veel uit te leggen. Ook goed te luisteren naar de zorgen en de wensen die mensen hebben. En heel belangrijk hier is dat we ook de gemeenteraad ervan hebben kunnen overtuigen dat de hoeveelheid overlast van een windpark niet zozeer afhangt van de hoogte en de grootheid ervan, maar wel natuurlijk van de afstand tot woningen. We hebben hier dus het rustigste plekje bij Knooppunt Deil eigenlijk gebruikt om dit windpark te gaan bouwen. Uiteindelijk, wat levert dat op voor de burgers van West-Betuwe? Er zijn uiteindelijk 900 mensen lid geworden van de coöperatie. Die hebben samen 4,5 miljoen geïnvesteerd in dit windpark en krijgen daarop een rendement van tussen de 4 en 10%. Daarnaast maakt ook de coöperatie nog eens een keer een ton winst per windmolen die weer geïnvesteerd kan worden in nieuwe duurzame projecten in de Betuwe. En daarmee hebben we 3 keer zoveel budget als de gemeente zelf voor duurzaamheid. Dus heel mooi dat we dit project nu hebben gerealiseerd, maar er zullen er nog vele volgen.